Jongens en meisjes, vandaag zijn we er weer met een gloednieuwe video. En vandaag ga ik jullie in tact zien, laten zien met internationaal hoe we kampioen zijn geworden. Ja, we zijn al kampioen, want we worden niet meer ingehaald. We hebben ook de beker. Dus wat de tactiek, wat we allemaal hebben gedaan, hoe we een team hebben opgebouwd, ga ik allemaal vertellen. Wat we hebben gedaan, dus. Dit is de selectie die ik heb opgebouwd. 337 miljoen waarde. Op zich goede aanval, stabiele middenveld en een hele sterke verdediging. En nog 114 Onana. Kijk dan, kan je gewoon voor, kan je voor de eerste keer verkopen. Hier is het 66 mil. De opstelling is dit keer 4-3-3-B, hoe jullie kunnen zien op links beneden. En dan ga ik naar de selectie weer en ga ik laten zien de transfers die ik heb gemaakt. Oké, okay, boys, jullie gaan de transfer laten zien. Ah, fuck off. Oh nee. Transfers, kijk hier. Heb ik Redmond gehaald. Dan heb ik Lanzini gehaald voor 18 mil. En dan heb ik hier. Dan heeft hij die gehaald. Mina. Ik weet daar hebben we niks mee te maken. Kijk, waar begint de, kijk, hier begint de Laxalt gehaald. En dan gaan we naar beneden. Gabriel Paulista gehaald. 15 mil. We halen ze allemaal rustig op. We bouwen rustig op en dan halen we ze. En die hebben we dit verkocht. En dan hebben we hier Bailey gehaald. In hoeveel speelronden? In speelronde 8 heb ik Bailey gehaald. Toen was hij rond 80 of zo, 85. 24 mil, 21 jaar. Ik ga verder, waar heb ik ding gehaald? Waar is de mijn boy? Onana heb ik ook niet echt gehaald. Kijk, hier heb ik twee hele sterke verdedigers gehaald. Allebei. Voor 28 miljoen totaal. Dan verkoop ik allemaal spelers. En in welke speelronde haal ik mijn boy ding? Onana. In speelronde 2 haal ik al een heel goede keeper. Dus wat jullie moeten doen is, je moet in een hele ding een goede keeper halen. Want een goede keeper is gewoon niet veel goals tegen. Weinig goals tegen en je scoort gewoon lekker veel. Dus ik heb 36 wedstrijden gespeeld. 34 gelijks gewonnen. 2 gelijkspellen. 113 goals gemaakt. 19 goals tegen. Met zo'n team. En, ja, er waren heel veel managers in deze competitie. Maar omdat ze niet eerst kunnen finishen, zijn ze gewoon heel veel zijn geliefd. Maar er zijn nog een paar managers. Dus, en dan gaan we naar de wedstrijdkalender. 4-0, 1-1 gespeeld, 4-1, 5-0, 2-0, 1-0, 3-0, 4-0, 1, 5, 3-0. Gaan we zo verder, 6-1. Heel moeilijk 3-4 gewonnen, ik weet niet waarom. Maar het kan gebeuren, Nee, 2-3 van Bahia gewonnen, Grimo 7-0, tegen Akash 1-1 gespeeld. En dan hier de laatste wedstrijd gewoon 6-0 afgeslacht, boys. Ja, met deze tactiek krijg ik veel kansen. Ik mocht tegen Santos, die tweede staat in de cupwedstrijd. Maar ik ga ook nog de laatste dag nog een ding maken. De stand is dit, boys. Topscorers zijn alle drie van mij. 21, 20 en 90. Assisten zijn helemaal niks mee te maken. We hebben de Shikri. Meest waardevolle. Dan gaan we naar goals. We hebben de meeste goals. We hebben gewoon heel dik gewoon ding gemaakt hier. We krijgen ook heel weinig gele kaarten tegen als je oplet. Gewoon de minste volgens mij in de competitie. Deze keer iets meer, iets minder. Victoria. Tweede minste. Rode kaarten met 2 stuks. Dat kan gebeuren. De statistiek gaan we naar selectiewaarde. We hebben gewoon 160, 70 mil ding gemaakt op winst. Met zo'n team. En dan gaan we nu naar de opstelling, boys. Het is een 4-3-3-B. Alweer. Want nu is 4-3-3-B echt in meta. Het is een van de sterkste opstellingen. Countert haast alles. Alleen als je tegen een hele defensieve ding speelt, bijvoorbeeld 4-5-1, 4-2-3-1, dan kan je verliezen met deze tactiek. Dat zeg ik alvast. Want je kan niet altijd winnen. Je hebt ook een goed team nodig. Je moet een goed team opbouwen om te winnen. Wat je bij 4-3-3-B moet doen, altijd de flank spelen. Dus deze potker moet niet hier staan, maar hij moet hier staan. Kijk, 90, 86 en 101. Maar omdat dit een verdedigende. De verdedigende middenvelder moet altijd op het midden. En dan doe je spioneer je tegenstander. En als hij op de flank speelt, dan leg je dit. Dan doe je zo. Kijk, LW die hier. Firpo jou hier. Kijk, dan moet je zo doen.
als ze op de flank spelen, oké? En dan gaan we nu naar de tactiek. Tactiek is wel over de vleugels. Aanvallers gaan aanval. Middenveld gaat aan verdediging. Dekking gewoon zonder dekking. Buitenval van nee. Tackelen voorzichtig of normaal. Pressie moet echt heel hoog. Maar je moet bij het begin rond de hoeveel? 65 beginnen dit keer, boys. 65 tot 79 heb je erin. Maar ik kan rond dit. Aanvallend gewoon ook bij dat. Kijk, bij dit stukje beginnen gaan we rustig omhoog, rustig omhoog. Hoog baltempo, gewoon. Ja, gewoon hier ergens. Gewoon, dit is gewoon goed. Dit is de tactiek, boys. Gaan we even wezen naar de resultaat. Even 6-0 gewonnen. Zaar, maar komt goed. Kijk naar de wedstrijd. Als hij open gaat, natuurlijk. Hier is de helft al 3-0. We hebben de tweede helft nog 3-0 gemaakt. Hier hebben we 13 schoten. 46% effectie. Dus we hebben heel weinig gescoord. We moesten eigenlijk 7, 8 goals maken. Maar het kan gebeuren. Je kan niet altijd winnen. Je moet nooit vergeten om je stadium ding te doen. Kijk de boys wat die hebben. Veld is 6%. Dus als ik thuis speel, heb ik 6% meer kans dat ik win. Training hebben we op 1. En capaciteit hebben we op 1. Als je heel veel managers in je competitie hebt die echt goed zijn, dan moet je deze veld altijd zo hoog mogelijk hebben. Want dit gaat je echt heel veel helpen. Boys, dat was de tactiek. Als jullie vragen hebben, vraag die gerust. Ik wil jullie allemaal helpen. En ik ga nog heel veel dingen proberen. We gaan nog heel veel experimenten proberen. Heel veel tactieken. Maar tot nu is dit een van de beste tactieken die ik op de Vitesse video had. Het is ongeveer hetzelfde. Maar dit zijn echt nu een van de sterkste tactieken die je kan gebruiken op OSM. En ja, dat was het zo'n beetje. Als je vragen hebt, like, abonneer en vraag in de comment. Ciao boys.